snap er echt de ballen van. Ik kan echt wel een potje janken. Ja! Dus ja, ik weet het niet. Ik denk dat ik slecht ben. Bij allebei, voor natuurtechniek en voor aardrijkskunde. Maar ja, ik weet het niet. Sabotaren nu voor goed. Een hele goede morgen. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe weekvlog op natasjaonline.nl. Het is zaterdagochtend. Ja, het is zaterdagochtend. Ik heb net een uur gedaan over het editen van mijn vloer. Ik ben al naar de winkel geweest en met Odin gewandeld. En nu moet ik gaan leren. Ik baal wel van dat mijn hele ochtend weg is. Want ik was echt gewoon op tijd wakker om te kunnen leren. Het is echt een leerweekend. Want ik heb dinsdag mijn twee laatste toetsen die ik hopelijk in één keer haal. En anders mag ik ze één keer herkansen en haal ik ze niet. Dan kan ik dus niet naar de PABO. Ik ga dus nu leren. Ben ik van plan. Mijn stem gaat dus alweer een stuk beter. Heel fijn. Kijk even de vorige vlog om te zien waarom die zo is. Nou ja, eigenlijk niet veel bijzonder. Maar toch leuk om mijn oude vlogs ook te kijken. En daarover gesproken, doe alvast een duimpje omhoog. Abonneer je op dit kanaal als je het niet hebt gedaan. Laat een reactie hieronder achter over wat je van de vlog vond. Of wat je me wilt vertellen of me wilt delen. Vind ik altijd superleuk. En ja, dat was hem voor nu. Ik neem jullie weer lekker mee in mijn week. En ja. Ik ga beginnen met het maken van een leerplan voor vandaag, nog niet voor morgen. Want naar aanleiding van vandaag kan ik evalueren wat me gelukt is. En kan ik opnieuw inschatten wat ik morgen natuurlijk moet doen. Dat doe ik in dit boek. Daar heb ik al eens een blogpost over geschreven. Deze heb ik trouwens toen de tijd gekregen. Correctbook. En dit is sowieso wel iets om even online te kijken. Omdat ze ook het goede doel hiermee supporten. En het is niet duur. Wat super chill is. Het zijn dus eigenlijk schriftjes. Maar die zijn uitwisbaar. Dus je krijgt een pen bij. Een uitwisbare pen bij. En ik heb toevallig net. Of gisteren nog wat extra pennen besteld. En het is super makkelijk schoon te maken. Dus kijk, ik heb hier nou halverwege nog iets. Omdat ik daar nog was. Maar ik heb gisteren hier alles in het begin nog even schoongemaakt. En ik kan het weer opnieuw gebruiken. Is echt super chill. En ik zeg, omdat het ook echt het goede doel support, vind ik het ook echt een aanrader. Dus dat scheelt weer in schriftjes weggooien en schriftjes kopen, bomen die gekapt moeten worden. Nou ja, goed. Lang verhaal kort. Ik ga dus een leerplan maken. Dit is mijn leerplan voor vandaag. Ik begin met natuurtechniek, daarna aardrijkskunde, dezelfde opbouw en houd ik tijd over. Dan ga ik nog mijn topografie oefenen. Die zit wel redelijk, dus die vind ik het minst belangrijkst. Maar ik begin hiermee. Het is ondertussen 2:30 en ik heb echt pas 3 dingen gedaan, namelijk de flashcards, de CITO-toets gemaakt en heb hem nagekeken, maar die hoorden bij mij op 1 ding en hem geanalyseerd. En ik zou gewoon nog steeds gezakt zijn. Oh jongens, vorige keer met het gezin is ging de toets beter. Toen vond ik dat ik te veel fouten had gemaakt, maar toen was ik iedere keer wel gewoon geslaagd bij de oefentoetsen. En nou is het echt, hier, moet je zien, dit. En het is echt, even kijken, ik had gewoon 2 vergissingen te veel, zeg maar. Dus dat is wel ruk. Dus, maar ik ben benieuwd, want ik heb dus nog echt wel een hoop te doen. Ik had gehoopt dat ik nu met aardrijkskunde zou kunnen beginnen, maar dat zit er voor jullie in. Ik ga dus de desbetreffende hoofdstukken opnieuw doornemen. Kan ik overigens wel zo weer klaar zijn en dan ga ik toets 3 maken. En dan kijk wel hoe ver ik vandaag kom. Oh jongens, echt super stom. Ik ben het eerste stukje terug aan het zoeken, namelijk over de voedselketen. En dan lees je het en denk je, ja, hoe heb ik dit gewoon verkeerd kunnen invullen? Hoe dan? Dan is je logica soms bij zo'n toets zo anders. Terwijl als je dan het stukje bijleest en je denkt, ja, anders had ik hem gewoon goed. Weet je wat, dit zijn van die foutjes die gewoon voorkomen kunnen worden. En maar goed, dit is ook zo fout als je dit zo reageert dat je weet, oké, dit ga je gewoon nooit meer vergeten. Dit ga je gewoon niet fout doen, punt. Maar oh mijn god, oh, super stom.
Nou jongens, ik ben echt vet chagrijnig. Net oefentoets 3 gemaakt. Want 1 had ik al eerder gemaakt. Dus vandaag 2 en 3. En die heb ik gewoon nog slechter gemaakt dan oefentoets 2. Terwijl ik dus net weer informatie heb doorgenomen naar oefentoets 2. Ik snap er geen nout van. Ik ben echt gewoon vet chagrijnig. En ik snap niet. Ik snap het gewoon niet. Wat doe ik verkeerd? Wat leer ik niet goed? Ik ben super gefrustreerd nu. Ik heb nu echt zoiets van, ik ga gewoon die toets helemaal niet halen. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik snap er echt de ballen van. Ik kan echt wel een potje janken. Echt, ik vind het zo... Meer kan ik er gewoon niet van zeggen. Er zit de vraag tussen dat ik dan echt denk van, hoe moet ik het nou weten? Dan moet je gewoon nog vet veel meer geleerd hebben of zo. Ik weet het ook niet. Ik heb geen idee. Ik heb geen idee wat ik nu moet doen. Het is nu ondertussen 16:30 geweest. En ik heb dus alleen natuurtechniek gedaan. Haarlijks kunnen we er niet naartoe gekomen. Maar en natuurtechniek ken ik dus nog helemaal niet. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik weet het gewoon even echt niet. In ieder geval even stoppen met leren of zo. Want het heeft nu geen zin om hiermee door te gaan. Hooguit aardrijkskunde kan ik doen. Maar natuurtechniek, nee, dat gaat nu gewoon niet meer worden. Want ik blokkeer nu. Nu blokkeer ik. En nou denk ik echt van... Waar begin ik aan? Dat. Nou, ik ben in ieder geval blij dat geschiedenis al lang in de pocket is. Maar deze twee moet ik ook gewoon halen. En na aardrijkskunde 2 weken terug... Nadat ik dat boek heb doorgelezen, heb ik ook een CITO-toets gedaan. Of toets 1. Die had ik ook niet gehaald. Dus die informatie die is ook... Die moet ik ook... Nou, ik weet het niet. Oh, jongens. Oh, hij heeft net zijn eerste stapjes gezet. Hij heeft echt gelopen. Dan moet mama huilen. Ja. Kom. Oh. Wacht even. Staan eerst. Ah! Oh, je gaat meteen rennen. Gaan we naar mama toe? Is dat makkelijker? Ja, nou is je afgeleid. Kom maar. Doe nog een keertje. Even staan. Ja, lopen. Naar mama toe. Kom maar. Kijk, wie komt er in ons huisje? Oh, nee. Nou doet hij het niet meer. Nee. Oh, meneer is snel. Ook mooi beelden. Het is zondag en ik was naar beneden aan het leren, maar met twee rondlopende, kruipende kinderen en een man die filmpjes kijkt. Dacht ik, oké, dit gaat hem niet worden. Ik ben verhuisd naar boven, ik heb hier verwarming aangezet en ik lig ook gewoon lekker onder een deken. Of zit lekker onder een deken. Dus ik ben natuurtechniek nog wat dingetjes aan het doen en daarna moet ik echt naar aardrijkskunde. Want anders moet ik aardrijkskunde sowieso herkansen. En dan zit ik niet op te wachten, dus... Dus ik vind het echt zo rete spannend. Niet te zuinig. En trouwens, ik had nog uitleg gevonden over een vraag die ik echt dacht van... Nou ja, maar ik snap niet waarom ik die fout heb. Ik snap hem niet. En nou snap ik het. Dus dat is ook fijn. Nou, ik ben dus echt helemaal chagrijnig. Ik heb net nog een keer natuurtechniek geoefend. De laatste toets gedaan. En gewoon weer veel te veel fout. Ik snap er niks van. Ik weet echt niet meer wat ik nu moet doen. Ik heb net even een potje lopen janken. Dat wist ik dat ik dat kon doen. Lucht het op? Nee, want daarmee ken ik de stof niet beter. Dus ik heb voor nu besloten dat ik nu verder ga met aardrijkskunde. Dat moet ik ook. En dan hoop ik... ik hoop maar gewoon dat ik iets haal. Meer kan ik er niet... Ja, meer kan ik er niet aan doen. En dan ga ik... Ja, goed zo! Balans zoeken. Ja! Ja!
Knap hè, van Lucas. Ga je weer naar papa lopen? Hij wil snel, hij wil wel. Heb je gedronken, vriend? Heb je te veel biertjes op? Even rustig, even eerst je balans zoeken. Rustig, nee, even staan. Ja, goed zo! Applausje. Het is maandagavond. Ik ga zo slapen. Ik heb net nog één toets gedaan. Ja, jullie hoorden niet goed van me van toetsen. Ik word zelf ook niet goed van alle toetsen. Maar ik zou dan geslaagd zijn. Ik heb eindelijk niet zo heel veel fout. 11 vergissingen maar van de 60 is nog best wel een hoop. Maar je mag er waarschijnlijk 20 hebben. Dus dan vind ik met 11 ben je gewoon goed geslaagd. En dat is fijn. Want zo ga ik rustig slapen. Ik kan nog een toets doen voor natuurtechniek. Maar ik durf het niet aan. Want ik heb nu gewoon een heel goed gevoel. En dat gevoel wil ik vasthouden. Want dat gevoel gaat me waarschijnlijk ook helpen bij de toetsen. Dus ik ga niet meer leren. Ik ken het of ik ken het niet. Ik wist gisteren ook gewoon echt niet meer wat ik nog moest doen om de stof te kennen. Ook voor aanrijdskunde overigens. En nou zie je, dan maak je toch nog één toets. En die lukt wel. En ja, weet je, je weet toch niet wat voor vragen er zijn. En voor mij is het heel belangrijk. En dat heb ik bij deze toets ook echt toegepast. Is de vraag goed lezen en ieder woord ontleden. Wat betekent het woord wat er staat? Nou ja, ieder woord, ik bedoel de, één, het. Dat ga je niet ontleden. Maar alle andere woorden ga ik dus, heb ik dus ontleden. Ontlid. Oké, dit gaat goed. Met mijn grote... Hoe heet dat? Koortslip. Nou ja. Ik ben ook heel moe, dus ik ga sowieso slapen. Ik ga in ieder geval slapen met een goed gevoel. Hoe ik de toets vanmorgen ga maken, ik heb geen idee. Ik vind het reeds spannend. Ja, het is echt afhankelijk van de vragen. En nogmaals, ik moet gewoon zorgen dat ik goed lees. Ieder woord ontleed. De betekenis achter ieder woord snap en kan benoemen in mijn hoofd. En dat ik niet zomaar voor het eerste beste antwoord kies. Dat ik denk, oh, dit kan me ieder antwoord lees. En bij ieder antwoord kan benoemen waarom het wel of niet zo kan zijn of is. Ik denk dat dat me gaat helpen. Ik heb 90 minuten voor de toets. Met Sinus was ik echt binnen 3 kwartier klaar. Dus dat is de helft van de tijd. Dus ik ga die tijd gewoon pakken. Die moet ik ook pakken voor bij het toetsen. Dus dat ga ik doen. Nou jongens, ik zit in de auto. Ik ga onderweg naar de Fontys voor mijn 2 toetsen. Ik ben super nerveus. Ik ben vanochtend opgestaan met barst en koppijn. Echt de stress die eruit kwam. Gelukkig paracetamol die hiel heb. Gezonde zenuwen. Ik kan het. Ik kan het. Ik ga het gewoon vaak genoeg tegen mezelf zeggen. Ik kan het. Oh jongens, jongens, jongens. Zo nerveus. Maar het komt goed. Ik ben weer thuis. Ik heb 2 toetsen gedaan en ik moet zeggen dat ik een heel goed gevoel erover heb. Ik wil het niet te hard roepen, want you never know. Maar ik vond ze niet per se heel erg moeilijk. Er zaten wel een paar vragen tussen waarvan ik dacht, En 1 vraag had ik onthouden, dus had ik nagekeken en die had ik al fout. Dus, maar daar twijfel ik ook over. Dus dat was geen vraag waarvan ik dacht, van, oh ik weet het zeker, dit is het. Dus ja, ik weet het niet. Ik denk dat ik geslaagd ben. Bij allebei, voor natuurtechniek en voor aardrijkskunde. Maar ja, ik weet het niet. Ik hoop het. Fingers crossed. Wanneer krijg ik de uitslag? Dat ging ik nog opzoeken volgens mij binnen nu in 3 weken. Dus nog even in spanning. Ik laat jullie het uiteraard weten wat de uitkomst hiervan weer is. Ik geef eten koken en dat. Dus ja, hier heb ik gewoon niet te zeggen. Ja, we gaan naar de bakker hè. Wat zeg je schat? Blijf eens even staan. Ik kan mama even jouw mooie vlek filmen. Blijf staan. Wauw, hij is nou een beetje uitgezakt. En... door nieuwe schoentjes. Laat je schoentjes zien aan mama. Ja, die heeft oma van jou gekocht, hè? Lief, hè? Ja, je hebt ook nog Els en Anne schoenen. Die zal mama straks even laten zien, oké? Okay? Ah, wij zijn onderweg naar de bakker. Heb jij je soepzang al op? Nee. Krijg je daar ook je handschoentjes aan, want het is koud. Het is koud. Het is volgens mij ook -1 of zo. Ja. Nee, niet dat je daar aan kunt zien, maar... We hebben echt heerlijk uitgeslapen.
Prooi ging weg tegen 8 uur. Toen was Isabel wakker, maar die heeft nog gezorgd dat ze toch verder ging slapen. Dat is gelukt. Heel fijn. En hij werd echt pas tegen 10 uur wakker. Echt bizar. Toen waren wij natuurlijk allebei al lang weer wakker, maar goed. Nu even onderweg naar de bakker, naar de supermarkt. Dus dat. Ik ben lekker croissantjes aan het maken. Die hebben we net gehaald in de supermarkt. Oh nee. Wil je mee al binnen over te doen? Dat kan niet zo, dat vindt mama nog een beetje eng. Oké? Okay? Maar straks gaan we koekjes bakken, toch? Ja, we gaan vanmiddag koekjes bakken na jouw slaap. Ja? Het werd mij te veel, hoe ik mijn best ook deed. Mag mama niet zingen? Sta niemand toe, spreek niemand aan. Wees gehoorzaam en ga hier niet vandaan. Doe niets, wat iets verraadt. Dat is nu te laat. Laat het los, laat het gaan. Het roer moet om, ja dat moet. Laat het los, laat het gaan. Sluit de deuren nu voorgoed. Oh, zo chill jongens. De kindjes liggen net op bed. En het is gewoon voor het eerst in weken, zes maanden dat ik niks hoef te doen. Of in ieder geval niet hoef te leren. En ja, ik weet dat als ik naar de PABO uiteindelijk ga in februari, als ik de toets heb gehaald, dat ik het dan ook gewoon heel druk krijg. Maar het is toch wel even een heerlijk gevoel om even niks te moeten. En het kriebelt ook weer om een blogje te schrijven en zo. Nou moet ik voor mijn werk nog wel wat dingetjes doen. Maar gewoon even niet de gazen omhoog van, oh, ik heb een toets. Een beetje dat of zo. Dus ik denk ook niet dat als ik op papa zit en voor opdrachten dat ik per se zo zou zitten. Maar het leren, het echt informatie leren en hopen dat je het kent. Ik bedoel, ik ben nu op deze school 11 jaar werkzaam. Even kijken, sinds 2009. Het is dus, ja, wat ik zeg, in 2008 heb ik mijn diploma behaald. Dus het is echt alweer 12 jaar geleden dat ik toetsen en dergelijke heb gedaan. Ook een opleiding heb gedaan. Dus, nou ja, dat. Goed, ik ga nog even wat voor het werk doen. En dan zullen daarna de kinderen weer wakker zijn. En ik heb koekjes, dingetjes gekocht. En dan gaan we lekker koekjes bakken. Of in ieder geval Isabel en ik. Lucas is natuurlijk nog te klein voor. En ga ik vanaf morgen weer gezond doen. Want mijn gewicht zit nou weer. Ik blijf een beetje hetzelfde, zeg maar. Ik doe heel lichtjes zo'n golfbeweging. En ik wil nog steeds een schuine beweging naar beneden. Maar goed. Kerst komt er ook aan. Daarom, juist daarom, zeg maar. Dat ik eigenlijk de komende 2 weken nog heel even wat meer inzet. Maar wel vanaf morgen. We zijn een toren aan het bouwen, hè? Wie kan de hoogste toren bouwen? Lucas of Isabel? Ik. Ja, dat denk ik ook, want Lucas die sloopt de toren de hele tijd. Kijk. Oh, hij is er niet goed. Oh, zit hij niet goed, schat, bij jou? Is hij daar? En dan groot. Nou, dat is de hoogste toren die mama tot nu toe heeft gebouwd. Hé! Hey! Wat deed je nou? Wat deed je nou? Mag we weer snel opnieuw bouwen? Nee! Oh nee! Oh nee, is je toren omgevallen? Oh jee! Het is ondertussen vrijdagavond en ik zit in de auto. Ik ben onderweg naar de supermarkt. Eigenlijk zou Roy na het werk boodschappen hebben gedaan, maar hij was wat later klaar. En als hij dan nog boodschappen zou moeten doen, dan zou het ook pas 6:30 zijn voordat hij thuis was. Dus ja, dat had natuurlijk geen nut. Dus hij is meteen naar huis gereden. En eigenlijk moest de boodschappen doen ook voor vanavond voor het avondeten. Dus hij had me niet besteld. Dat was echt super dom. Of stom eigenlijk. Maar vooral stom. Want ik wilde de komende week even weer goed gezond doen. Even niet snacken en zo. Even er weer flink tegenaan. Zo net voor de kerst, weet je wel. Dan kun je bij de kerst weer aaneten. Nee. Maar goed. Ja, maar de luiers van Lucas die zijn bijna op. Dus ik moest sowieso, of iemand van ons moest sowieso nog even naar de winkel om luiers te kopen. Dus ik had zoiets, ja, als ik toch de deur uit ga, dan kan ik ook mijn mensen van boodschappen doen. Dus zodoende zit ik nu dus in de auto onderweg naar Rosmalen om mijn boodschappen te doen. Oh.
is echt een hele chille dag geweest. Ik heb lekker gespeeld met de kinderen. We hebben memory gedaan, een toren gebouwd. Zoals je net al kon zien trouwens. Torens gebouwd. We hebben geknuffeld, we hebben lekker televisie gekeken. We hebben echt gewoon een hele relaxte dag gehad. Super fijn. En ik heb ook nog een productieve dag gehad. Of niet wel een productieve aantal uurtjes toen de kinderen op bed lagen. Ik heb namelijk 4 blogposts weten te schrijven. Ik heb 5 weken of zo niks meer gedaan. Omdat ik natuurlijk druk aan het leren was. Dus het is wel heel erg chill om dan dit weer te kunnen doen. En meteen 4 gewoon in 2,5 uur. Bam, bam, bam. Yes. Knallen. Dus als je heel nieuwsgierig bent naar de blogposten. Check even mijn blogs. Natasjaonline.nl en jufnatasjaonline.nl. Want die op jufnatasjaonline.nl is niet alleen voor juffen en meesters. Maar die zijn ook heel, is ook leuk nu voor thuis. Er zijn namelijk allemaal Just Dance filmpjes voor de kerst. Of rondom het kerstthema of het winterthema. Dus dat is misschien ook wel leuk om thuis met je kinderen te doen. Zonder dat je een Wii hebt of een PlayStation of nou welke andere gameconsole. Oh, ja. Yeah. Ik denk ik praat je even bij, want ik merkte dat ik vandaag eigenlijk mijn camera niet zoveel had gepakt. En nog even terugkomend op gisteren. Gisteren viel dus de camera uit, mijn batterij was leeg. Ik heb wel een reserve batterij. En toen dacht ik, hey, weet je wat? Ik kan het eigenlijk ook wel eens filmen voor Instagram. Dus dat heb ik gedaan. Dus op mijn Instagram kanaal vind je een versneld video dingetje van het koekjes pakken. En de koekjes waren echt heerlijk. Die heb ik trouwens ook niet gefilmd. Volgens mij moet ik dat nog even filmen voor jullie. Dus. Nou, dat was de update. En ik ga nu de boodschappen doen. En dan sluit ik hem straks denk ik wel af. Nou ja, voor het geval ik het vergeet. Holy shit, zocht iemand nog een foute kersttrui? Wow. Pas op, dus als je mij mijn aftitelingen zo nou ziet, dan weet je dat ik het dus vergeten ben. Bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je het niet had gedaan. Abonneer op mijn kanaal als je het niet had gedaan. Je laat een reactie weten. Laat een reactie weten wat je van de video vond. Goed, wat kan ik nog meer zeggen? Niet veel. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Bye!